Bij de correspondent waar ik eerder gewerkt heb, besteden we het laatste uurtje van de dag altijd aan koppen maken. Ja, ja. Tussen vijf en zes. Nou, we hadden nooit zo heel veel stukken, maar we hadden altijd een vol uur nodig om tot uh, die drie, vier stukken zeg, van een kop te voorzien. En soms gingen die kopdiscussies de hele avond nog door. Dan kreeg ik weer een appje van: Nee, kan dat niet toch zus of kan het niet toch zo? Welkom bij Taal-EHBO, de podcast over het vak van schrijven. Waarin jij als luisteraar kennis maakt met telkens een andere meester van het vak. En van hem of haar de beste adviezen krijgt om je eigen teksten te laten sprankelen. Wat is journalistiek? Wat is goede journalistiek? Journalistiek. Waartoe is dat op aarde? Hoe kun je zelf beter worden als journalist? Wat zijn de do's en don'ts van het betere artikel? Wat gaat er misschien wel systematisch fout in het vak en welke kant zou het op moeten? Daarover spreek ik met Karel Smouter. Sinds deze zomer co-hoofdredacteur van het dagblad Trouw, eerder chef media bij het NRC... ...en daarvoor adjunct hoofdredacteur bij De Correspondent. Ik ga beginnen met een ontzettende schoolkrantvraag. Uh, als ik in films of series een hoofdredacteur zie... Dan denk ik als eerste geloof ik aan Spider-Man. Dan uh, is dat een, uh, een man in een pak die achter een groot bureau zit. En dan komen de hele dag komen daar mensen aan het bureau met artikelen en foto's. En dan zegt hij ja en nee. Dat is dat yeah. is, of is een vak, we zijn vak, zal zeggen. Is dat een beetje een realistisch beeld? Nou, het is wel zo dat we de hele dag uh, met ze langskomen. Het is niet ja. zo dat ik een uh, pak draag. Uh, en dat ja en nee zeggen. Uh, we werken met deelredacties. Uh, ja. we vertrouwen in die zin onze chefs heel erg in hun eigen oordeel. Dus pas ja. als uh, de chefs er niet uitkomen, komen wij vaak uh, <laughs> aan bod. <laughs> dus uh, en, en meestal he, ja, is er dan sprake van gedoe. Ja, uh, soms ja. leuk gedoe, vaak wat minder leuk gedoe. Dan is het aan ons om daar een, uh, ja, een, een, een oplossing niet, uh, voor te verzinnen. Dus, uh. Ik moet even denken aan, Obama die zei dat, dat, uh, dat zijn vak bestond uit de allerlastigste problemen oplossen. Omdat ja. als ze niet het allerlastigst waren, dan waren ze ergens anders allemaal ja, opgelost. Ja, maar, ja. Dat is eigenlijk wat je zegt hè? Jawel, moet ik wel zeggen dat het nogal wat lager boven uh, tussen mij en Obama in zit moet zo maar zeggen. Ja zeker. Ik heb me nog niet op <laughs> het buigen wel, over het, het, uh, het wapenarsenaal van Iran bijvoorbeeld. Oh, maar, maar het is wel zo dat. Uh, ja, en dat vind ik ook mooi aan dit vak, is dat je met complexe vragen te maken hebt. Het is nooit ja. zwart-wit hè, journalistiek is geen uh, exacte wetenschap, dat is maar goed ook, want ja. ik ben heel slecht in, uh, in rekenen, <laughs> statistiek dat soort dingen. Dus het is, uh, het is echt een vak van, uh, van op de tas soms zoeken van wat is nou wijsheid, wat is goed in een bepaald dilemma. Uh, hoe ga je om met, uh, nou ja, met mensen waar je over schrijft, ja. uh, hoe doe je recht op de werkelijkheid. Het is nooit zwart-wit en dat vind ik, uh, vind ik er mooi aan. Dus, dus het werkt heel intuïtief. Jouw vak is heel, gaat heel intuïtief en ja. een gesprek, en dan ontstaat er een ja. idee. Dat vond ik ook wel mooi aan jouw uitdaging om in het gesprek te gaan. Ja. Want ik, ik werk eigenlijk mijn hele leven al best intuïtief. Ja. Dus ik ben ja, autodidact. Ik heb mezelf dit vak geleerd. Ja, door ja je bent opgeleid als filosoof en je bent er ja. een soort van ingerold. Tijdens mijn studies filosofie dacht ik uh, als uh, filosoof ga ik vast geen brood verdienen. Uh, laat ik een freelance journalist worden. Nou ja, dat was ook niet eenvoudig, <laughs> kan ik je zeggen. Maar uh, stuk voor stuk, uh, al pitchend en al ja. reisend ook. Ik heb veel ja. gereisd in die tijd. Uh, ontstond er toch zoiets als een, uh, een portfolio die, uh, waar je wat mee kon. Dus uh, oh. zo kon je uh, ja, uiteindelijk van opdrachtgever naar opdrachtgever uh, ja, je weg door de journalistiek vinden. Dus, uh, hey, het woord is al een paar keer gevallen. En als, als filosoof ben je misschien wel goed in definiëren. Maar wat, wat is journalistiek? Ja, ja, je noemde dat als schoolkrantvragen. vragen. Dus ik eigenlijk een beetje uh, ja, denigrerend naar schoolkrant. Ja, want het is eigenlijk een hele goede vraag. En, uh, ja. Ik denk in de journalistiek stellen we dit soort vragen misschien wel eens te weinig. Hè? Okay. Terwijl het, het leuke van journalistiek is dat je jezelf juist een positie verschaft hebt waardoor je de domste vragen kan stellen, de meest naïeve vragen mm. kan stellen die je mensen kan voorstellen, aan de slimste mensen mm. uh, die je maar kan bedenken. Dus je hebt een soort alibi uh, ja. in je werk om uh, alles aan iedereen te vragen. En dat vind ik ontzettend mooi aan. Wat is journalistiek? Uh, ja, ik geef je twee antwoorden. Het ideaal en ja. de praktijk. Dus, ja, 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 uh, ja. Dat, dat is vaak de <laughs> niet. Zo. Dat is vaak niet zo. zo is het ideaal ja. schetsen, hoe ik uh, journalistiek. Ja. Zie. Uh, ik zie journalistiek dat je, ja, als, als een vak waarbij je vanuit een soort vrije ruimte verslag doet van ja, kleine en grote gebeurtenissen. En zo de spotlight zet op uh, ja, wie en wat belangrijk is. Ja. Dat is uh, zeg maar. ...de definitie die ik voor mezelf heb uh, bedacht. Ja. Um, maar dan is de vraag natuurlijk... ...wat is belangrijk, hè? Ja, dus, ja uh, dat is, dat, het woordje ja. is... ...valt mij ja. het meest op. Woord, ja, van ja deze precies. Dingen. En ja. wat ik daarbij essentieel vind... Uh, ...is dat we als journalisten... ...ons publiek niet als consumenten moeten zien... ...als afnemers van ons product... Uh, ja. ...per se, maar als burgers in de democratie. Ja. En dat maakt... Uh, Gespreks partners, ja, gesprekspartners. Ja, uh, gesprekspartners. Hey, als ik het even wat verheven formuleer. Ja. We geven burgers de informatie die ze nodig hebben om te kunnen stemmen en om mee ja. te doen in onze maatschappij. Ja. Uh, hey, ik vind het belangrijk dat. Uh, dat burgers zeg maar, zich zo goed mogelijk kunnen informeren, zodat ze actief kunnen worden en mm -hmm. kunnen reageren op alle uitdagingen zeg maar, die er zijn in de samenleving. En zodat ze ook uh, ja, de, de macht zeg maar, kritisch kunnen volgen. En uiteindelijk doen wij dat voor een deel natuurlijk. En, zo geïnformeerd mogelijk het stemhokje. Ja, in dat precies. is eigenlijk Dat zegt. zou ik een heel mooi ja. de, uh, uh, resultaat vinden van wat wij doen. En ik zei aan het begin van mijn definitie ook van, ik vind dat journalistiek vanuit een soort vrije ruimte wordt gemaakt. En dat is iets wat ik de laatste tijd ook steeds belangrijker ben gaan vinden. Want Die ru vrije ruimte wordt steeds, uh, steeds moeilijker te vinden ook. Ik bedoel daarmee dat we radicaal onafhankelijk zijn in dit vak. We leven in een informatiesamenleving en dat betekent dat iedereen de middelen heeft om te communiceren, ja. van je oma tot je neefje bij wijze van spreken. Ja. Maar ook bedrijven, overheden, politieke partijen hebben allemaal mm -hmm. kanalen om hun versie van de werkelijkheid uh, de wereld in te slingeren. Mm -hmm. en we hebben het monopolie op het verspreiden van informatie als, uh, als kranten en als media natuurlijk al lang uh, verspeeld, om ja. zo maar eens te zeggen. Ja. Uh, verloren. Uh, en wat dat betekent is dat eigenlijk iedereen vanuit een bepaald belang communiceert. Ja. Uh, vanuit een bepaalde agenda. Zeker. En ja. wat ik zo wezenlijk als journalistiek vind, is dat het mm -hmm. een plek is uh, zonder zo'n agenda. Mm -hmm. uh, 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 dat is in elk geval ideaal. Ja, ja, er is ja. in ieder geval geen duidelijk belang. Want het verwijt is je... natuurlijk. Er zijn duidelijke verwijten hierin. Ja. Toch dat je juist dat niet bent. Zeker. Ja. Maar. maar... Uh, als je alle belangen hebt als journalist, en ja. ik zei ja, ik, ik zet het, het de diaal dan de praktijk, ja, nou, ja. Uh, dan is dat het belang van de lezer en, ja. en die, die lezer is in mijn visie dus een burger, ja. dus, uh, dus dat is denk ik heel belangrijk om voor ogen te houden. Ook als je nadenkt over hoe kunnen we meer mensen bereiken met onze journalistiek, ja. Ja. En dat is natuurlijk een discussie die we op een krant elke dag voeren. En we komen uit het ja. papieren tijdperk, we zijn op weg naar een digitaal tijdperk. Hoe bereik je mensen? En dan kom je dus langzaam van het ideaal naar ja. de praktijk. En dan, ja. Ja, dan is het heel goed mogelijk om je, je dagen toch te laten reageren door kliks, ja, door, clicks, door uh, SEO, hein, Search Engine optimization. Ja, ja. Dus dat je, Voel je die druk? Uh, nou, die is er ook. Want uh, ja. we zijn uiteindelijk met een uh, dagelijkse strijd voor ons bestaan bezig, ja. zeg maar, als, als commerciële krant. Ja. Uh, we krijgen geen overheidssteun, we moeten helemaal onze eigen broek ophouden. Heb je daar nou een voorbeeld bij hoe dat, dan, hoe dat dan werkt? Dat je denkt van, oh, hier, hier heb ik het zien gebeuren of hier voelde ik... Hier gebeurde iets met kliks. Ja. Dat was anders gegaan dan als er alleen papier was geweest. Nou, je kunt je soms een soort hyperbewust worden van, uh, van wat je doet. Hè? Dus dat nou. je bijvoorbeeld een verhaal maakt waar je in de krant van zou zeggen: van... Nou, god, dat, uh, dat zetten we gewoon neer. En uh, we zien wel of de uh, lezer het bereikt. Ja. Kan je nu bijvoorbeeld met een bepaalde kop heel veel sturen? Ja. Ja. Uh, van, uh, en de kop is dit online tijdperk ontzettend bepalend geworden. Ja. Het is ja. vaak het enige wat mensen zien. En dan is de verleiding er wel eens om te gaan voor een kop... waarvan je weet van, nou, dit gaat kliks opleveren. Terwijl het niet helemaal recht doet aan, aan, de, aan de werkelijkheid. Hier heb ik een dus, voorbeeld bij van... stel ik nu ter plekke te, te, te denken ja. van collega's van je... dat ik zo nu en dan scan ik volksrand.nl. Ik, ik, ik ben zelf van PNRC, het NRC, het spijt me. Ja, maar het, ook, ook een goede krant. En dan kijk ik ook wel eens op trouw.nl, volksrand.nl. Ja. En bij Volksrand valt me gewoon op dat... de helft van de koppen zijn zeg maar heel erg boos op, op het, het rechtse kabinet. Dat, ja. En op een gegeven moment was ik bij een, een goede vriend van me en daar lag een echte volkskrant. Ja, ja, <laughs> en dat ja. blaadde ik door. Hé, wat ja, een andere sfeer ja, joh. Het is, ja. het, opeens vind ik het een hele vriendelijke en, en sympathieke en rustige ja, ja, en als je dus, die artikelen zou gaan lezen waar die online nou, ja. toe proberen te verleiden... dan zou je denk ik ook zien dat, uh, dat die stukken op zichzelf gewoon heel geduanceerd zijn. En ik yes. kon ze dan niet aanklikken, want ik betaal er niet ja. voor. Maar ik scannen dan ja. een beetje weet je, om, om een gevoel te ja. krijgen. En dat, maar ik geloof dat, dat, dat die verleiding even groot is voor, voor iedereen in deze tijd. Maar je ja. toch in de voortdurende de strijd om de aandacht van de lezers zit. En die strijd die voel je niet alleen maar met je eigen abonnees, zichtbaar. Zeg maar, maar. Je abonnees hebben ook gewoon keuze uit, uit duizend uh, ja, media. Ja. Ja. Uh, veel van onze ja. online lezers die zijn bezig met een rondje internet op het moment ja. dat ze een keer op trouw.nl komen. En dan hebben ze vaak nu.nl, ROS, de gehad. Uh, en dan, dan heb je eigenlijk maar heel kort, een paar milliseconden, om, uh, om mensen te uh, ja. verleiden. Ja, ik vind het ook leuk. Dus, uh, ja, dus ja. Ik heb, als dus ik het over van dit onderwerp gaat, ja, natuurlijk ja. een goede ja. kop. Bij de correspondent, waar ik eerder gewerkt ja, heb, ja. besteden we het laatste uurtje van de dag altijd aan koppen maken. Ja. Ja. Tussen vijf en zes. Nou, we hadden nooit zo heel veel stukken, maar we hadden altijd een vol uur nodig om tot uh, die drie, vier stukken zeg maar, uh, um, van een kop te voorzien. En soms gingen die kopdiscussies de hele avond nog door en dan kreeg ik weer een appje van, nee, kan dat niet toch zus of kan het niet toch zo? Ja. Laten we even een, technisch, een ja. technisch rondje doen, want ik ben ja. wel benieuwd. Wat is, vertel, wat is een goede kop? Wat, wat waren dan de checks die je deed? En, oh ja, een goede online kop hebben we het dan Zeker. over. Zeker. Want ja. uh, nou ja, het eerste wat ik erbij moet zeggen is dat de belofte die die kop oproept, zeg ja. maar, dat die wel moet worden waargemaakt door het stuk. Ja. He, dat is de definitie van clickbait. Ja. Ik heb het al eens over de term readbait gehad. Je wil wel dat mensen tijd gaan stoppen in dat ja. stuk. Dus uh, je wilt niet alles vertellen, maar je wil wel... Um, Voldoende, voldoende triggeren. Zoals ik het destijds bij de correspondent uh, ook deed. Wat zou je als eerste vertellen als je in de kroeg staat... en ja. iemand vertelt over het stukje dat je net gemaakt hebt? Ik kreeg er bijvoorbeeld een stuk van een collega daar. Uh, ja. Tamar. Ja. Uh, die uh, schreef over ja, bijzondere dieren. Dat was haar niche. En uh, mm -hmm. nou, daar wist ze alles van. Geweldige stukken vaak. Tamar Stelling. Op een gegeven moment schreef ze over het uh, seksleven van kwallen. En we hebben letterlijk over deze kop misschien wel acht uur nagedacht. En ik weet niet, ik het voorstel deed, kwam zij weer met een voorstel. Terwijl je toch zou denken dat het onderwerp <laughs> uh, Genoeg geheugen. Uh... Maar uiteindelijk kwamen we uit bij uh, echt goede seks vind je ver beneden pijl. Dus, oh, ja. uh, dus, uh, en waarom ik dit als voorbeeld ja, ja. geef, is omdat uh, meestal dat lachen wat jij net gaf, ja, ja. Zeg maar. dat ja. is ook wat, wat, wat denk ja. ik veel lezers hebben. Ja. Het frappeert een beetje. Ja. Je, je denkt van, goh, uh, dit is, er zit hier een laag in die ik nog niet helemaal snap, nee. maar die laag wil ik wel leren kennen. Ja. Schaps, ja? Je dus, wil integreren, je wil frapperen. Je wil, ja. Als het even kan, een beetje, uh, ga je voor de lach. Maar het moet nooit uh, plat voelen. Dus, uh, dus dat is de, de, de evenwichtsoefening. Het ja. kan ook plat zijn als je gewoon, nou ja, als je wijspreken alles al weggeeft, weet je wel. Ja. En uh, zeker in het begintijd van het online publiceren, uh, toen we met de correspondent eigenlijk net begonnen waren, mm -hmm. toen ja, was een vorm we van, we nou, merkten, dat, dat werkt altijd, uh, ja. de hoe en maar een kop. Dus ja. uh, waarom arme mensen domme dingen doen ja, bijvoorbeeld. Ja. Of, uh, ja. Hoe moet je, waar, 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 waar. ja hoe nou Ja, ja precies. Je... Het was ook de tijd van ja. Buzzfeed, van Vice. Ja. Dat waren het echt, maar echt uh, de, de koplopers op dat gebied. Als ja. ik even een woordgrapje mag maken. Ja, die niks anders deden dan lijstjes maken over uh, dit of over dat. Hè? De listicles. Dat heeft een tijd gewerkt... totdat het niet meer werkte. En wat ook anders is... Omdat mensen er moe van werden. Mensen er er moe van. Je hebt ook gezien dat op een gegeven moment... Facebook als eerste... en daarna ook andere sociale media... op een gegeven moment gewoon... hun algoritmes anders zijn gaan instrueren. Ja. Dus, dus waar ze werken, Facebook zo. groot geworden is... met het verspreiden van nieuws... hebben ze dus op een gegeven moment... na de opkomst van Trump... en, ja. uh, en alle heisa eromheen gezegd... van nou, we zetten... We zetten het nieuws gewoon uit. Dus, dus ja. de foto's van uh, de kat van je buurvrouw, die krijgen ja. voorrang boven het uh, boven nieuws. Ja. Dus uh, als ik een klein kijkje in de keuken mag geven, uh, bij trouw... en het is denk ik niet anders dan bij andere titels... Ja. is op dit moment maar 3% van ons uh, verkeer nog van sociale media afhankelijk. Ja. Ja. Dus je kunt wel leuke hoe en waarom denken, wil ik maar zeggen... Uh, de tijd dat mensen op basis van een kop op een tijdlijn zeg maar, bij jouw stukken kwamen, massaal is gewoon echt verdwenen. Dus wat je nu veel meer ziet, is dat je het moet hebben van goed geschreven nieuwsbrieven, bijvoorbeeld. Van, ja. uh, en die moeten uh, nog steeds lekkere kop hebben. Die moeten nog steeds lekkere kop hebben. Maar uh, dat is net weer anders dan dat vluchtigen van een tijdlijn, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat verandert ook wel weer uh, een beetje. Maar uh, integreren, frapperen en uh, aan het lachen zetten, dat is vaak een heel goed begin. En triggeren noem je, hè? Ik zie bijvoorbeeld hier uh, een kop voor me liggen van een stuk... waar ik, uh, ik zo nog wat later uh, wat meer over nou, wil ja. vertellen. Hoezo minder kaas eten? Deze Nederlanders zijn klaar met klimaatbetuteling. Dat is best stellig, hè? En in het online-tijdperk moet je denk ik ook... Ja, dat ene regeltje is, is het alles wat je hebt om zeg maar, mensen te laten beslissen... om wel of niet te gaan lezen. Mm -hmm. uh, je hebt vaak ineens een intro erbij... Dat is het, zeg maar. In dit geval is het is er gewoon een echte koos voor de recht toerecht aan mededeling. Dit is een samenvatting van het artikel. Ja, een samenvatting van het artikel. En het ja. triggert omdat het rechtstreeks gaat op een van de meest gevoelige ja. politieke punten op dit moment. Ja. Namelijk klimaatverandering. Ja, ja. Denk je toch? Ja. De, de... Dat, de trigger zit er meer in dit geval in van uh, nou ja, ik denk dat heel veel Nederlanders iets met kaas hebben. Dat blijkt ook uit het stuk. <laughs> uh, hoe relateren ze dan... ...kaas eten, klimaatbetutteling? Uh, nou ja, daar kom ik zo ja, meer dus op dit te spreken. Het is iets in... Zeker. Zin. Dus, ja, dat uh, uh, ja. dus nee, maar dat, uh, dat is over de kop. We hadden het eigenlijk over wat journalistiek is. Hè. Dus, uh, hey, is ja. er een bepaald... Uh, we gaan even terug naar ja. de grote vraag. Is er een bepaald ja. gevaar aan journalistiek? Kan, kan het ook te, te, te ver gaan, aan journalistiek? Is er een te aan journalistiek? Ik zou dat op voorhand niet zeggen. Ik vind het nee. ook belangrijk dat je dit vrij doet. Ik vind het ook ja. een vak van... Uh, ja, ...professionele rebellen, zeg maar. Die vrij ja. in hun hoofd zijn en in principe niet bij voorbaat al uh, uh, op grenzen gaan stuiten. Mm -hmm. ja, je hebt in ons vak ook wel dogmatische die report zeggen... er mag nooit een ik in een stuk zitten... Hè, want dan lijkt het alsof je in je eigen dagboek had schrijven. Die uh, zit er altijd natuurlijk, de ik. Maar ja. daar kan je verstoppen mee. Maar... Precies, ja. precies. Dus uh, nee, ik zou niet bij voorbaat voor een, uh, voor een te gaan. Um, maar nou ja, ik ben wel... Ik denk dat het ook goed is dat je ook kritisch bent... naar de beoefening van je eigen vak. En, uh, kijk, er zit iets in, in de journalistiek dat... Uh, het is denk ik nog een restje nou ja, beroepseer uit de vorige eeuw, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Dat stelt dat, dat je bij ons de objectieve versie van de werkelijkheid krijgt. En die pretentie vind ik wel eens ingewikkeld. Uh, ik heb een tijdje lesgegeven op een uh, journalistieke opleiding in ja. uh, Zwolle. En ik vroeg daar studenten eigenlijk altijd van: uh, Nou, stel je voor, je, krijgt, je werkt op een lokaal uh, ja. krant, bij een lokale krant. en je krijgt de opdracht: uh, Schrijf een verhaal over het volgende onderwerp. Er is een trein die een aanleiding heeft gehad met de persoon. Mm -hmm. Nou, je zou denken dat is een heel eenduidige gebeurtenis. Is. Dat er is eigenlijk maar één manier om zoiets te beschrijven, zou je denken. Maar de opdrachten die ik terugkreeg op deze uh, tof wat eenduidige opdracht die konden bijna niet meer van elkaar verschillen. De een zoomde heel ja. erg in op de machinist bijvoorbeeld... en op het leed wat de machinist hier aan overhield. De ander zoomde in op de vertraging die de gebeurtenis voor de reiziger opleefde. Ik herinner me dat iemand zei van... Nou, wie zegt eigenlijk dat, dat, dat dit een suicidaal persoon was? Dat zou ook zomaar een ongeluk kunnen zijn. Dus mensen kwamen met... nou ja, ik heb, ben het tel kwijtgeraakt... maar misschien ja. wel tientallen verschillende versies van, van hetzelfde verhaal. En ik laat studentenjournalistiek uh, die oefening altijd doen... om ze te laten beseffen van... Je hebt geen verhaal zonder invalshoek en zonder een bepaalde kijk op de gebeurtenis. En als je dan doorvroeg, bleek er vaak ook een, uh, een achtergrond in te zitten. Mensen die kenden, bijvoorbeeld, iemand die uh, de, met suicidale Gedachten speelt. Dus dat was de reden dat ze daarop inzoomden. Dus eigenlijk Mensen hadden zei, een machinist in de familie ja. zitten. Ja. En je neemt jezelf ook echt mee, in journalistiek in. Ja. En waarom ik dit voorbeeld geef is van, uh, we hebben nog steeds, uh, zeg maar in grote delen van ons uh, vak, de pretentie van de ja. objectiviteit. Ja. Terwijl ik zelf veel liever spreek van streven naar objectiviteit. Dus, uh, dus je, je probeert objectiviteit mm -hmm. te bereiken, maar in de wetenschap dat dat nooit lukt. En, uh, en een woord dat uh, wat dan altijd bij me opkomt hierover is van, wees transparant, zeg maar. Over je filters, over je, 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 je aannames, over je... Je eigen vooroordelen misschien ook. Wees transparant over hoe je naar de wereld kijkt. En ik vind die transparantie, goede journalistiek heel belangrijk. Wat je heel erg ziet, dat Soenistiek juist zich heel erg heeft geprofileerd op het brengen van waarheid. Ja. Ik herinner me de New York Times, die daar heel erg dat hele tijd begonnen, juist als reactie op de hele fake news hype. En jij zegt eigenlijk: van, hey, Wees daar nou iets voorzichtiger mee. Ja. Wat ik ook interessant vind aan wat de New York Times doet, is dat uh, bij elk van de redacteuren uh, persoonlijke biootjes uh, zijn gaan maken. Dus als je wil weten wie het ja. stuk gemaakt heeft, uh, dan krijg je een biootje. Maar ook iets staat over iemands professionele ethiek. Van hoe kijkt deze persoon dan naar het vak? Dat zijn vaak best uh, uitgebreide, goed geschreven stukjes. die uh, een kijkje geven op hoe deze journalist naar het vak kijkt. Wat ze daarnaast uh, zijn gaan doen, is dat ze als ze bijvoorbeeld over politiek. ...politiek schrijven, uh -huh. nou, dat doen ze heel veel natuurlijk bij de New York Times... Uh -huh. ...dat ze uh, ja, kadertjes bij hun stukken zijn gaan plaatsen met van... ...hoe schrijven wij over politiek? Hoe, hoe zorgen we ervoor dat we partijdig blijven? Wat zijn onze werkwijzes? Bij onderzoeksjournalistiek zijn ze dat nog veel uitgebreider gaan doen. Dus ze zijn ze gaan verantwoorden voor hun uh, methodes... En uh, ik vind zelf, eerlijk gezegd, de podcast daar ook een heel geschikte vorm voor. Dus, uh, Gewoon regelmatig met collega's erover doorpraten van hoe heb je het yeah, nou gedaan? Ja, yeah, en nou ook aan je lezers en weer. ook je luisteraars laten zien van... nou, dit zijn de stappen die we hebben gezet. Dus, uh, dus de podcast is denk ik echt een geschenk voor de, de klanten. Omdat dat de plek is waar we, waar we dat op een heel... Uh, Natuurlijke manier kunnen doen. Ja, uh, uh, verantwoording afleggen van wat we doen. Wat je vaak ziet, is natuurlijk dat mensen ook gewoon een verantwoordingskadertje erbij zetten. En dat is ook goed, maar ik denk dat je nog een stap verder kunt gaan. Hoe vrijer je mensen laat, ja. hoe, hoe meer ze misschien wel geneigd zijn om, ja. om met je mee te gaan. Nou, je hebt natuurlijk heel veel verschillende interviewmethodes. Bijna spreekwoordelijk in Nederland is de Sven Kokkelman-methode. Die uh, live op tv uh, mensen met uh, hele snelle, harde vragen, ja. zeg maar, een beetje in het defensief drukt. Ik heb dat eigenlijk zelden tot mooie nieuwe interviews. Zich te zeg maar, leiden in de interview. Integendeel. Wat je, wat je ziet gebeuren is dat. Is, is dat hoe mensen. Zeggen, ik ben ook wel eens geïnterviewd met Sven Kokkoman. Ja. Wat je dan ziet is hoe iemand zeg maar, zich gedraagt. Als die in de defensief gedrongen wordt. Als die gestrest is. is en die... dat is nooit de beste versie van iemand zelf, zeg maar. Dus ja, mijn, mijn interviewtip ook aan studenten zeg maar, is altijd. Zorg ervoor dat mensen, als ze met je aan het praten zijn, vergeten dat, je, dat ze geïnterviewd worden. Dus Ik zie ook max, collega's, ja ja, precies. Ik zie ook als collega's zitten uh, met een uh, laptop te naast, die alles uh, meteen in zitten te kloppen. Want dan staat het maar vast een... Uh... Ja, dan ben je zo nadrukkelijk aan het interviewen. Mijn advies zou altijd zijn: ook aan, aan jonge journalisten, uh, nee, zet gewoon de band op en ga praten. Ter Schrijf niet mee. Want ja. dat geeft mensen het gevoel dat ze worden overhoord. Ja. Uh, het, maakt, het houdt mensen voortdurend bewust van: oh, ik moet elk woord op een goudschatje uh, wegen. En Paradoxaal genoeg gaan mensen denk ik veel meer zichzelf zijn op het moment dat ze uh, ja, vergeten dat er zoveel stress op staat. En, uh, en bekend aan, aan, aan interviewers natuurlijk ook... dat de mensen vaak het meest interessante zeggen... op het moment dat, dat je bij de uitgang staat en naar, naar je jas grijpt. En het is omdat mensen dan het gevoel hebben van... poeh, het, uh, de spanning is eraf, zeg maar. En uh, ja, jij ja. hebt denk ik ook een ruim ervaring met geïnterviewd worden. Uh, maar dit, ik, heb ik heb er zoveel ja. uitgeflapt bij de jassen. En er is, bij de jassen, daar heb je ja. altijd zoiets... ik, ik word ja. ook wel eens geïnterviewd... en dan, ja. dan, dan denk je van... oké, okay, maar nu kan ik gewoon lekker mezelf zijn. Ja. En dan, dan ga je toch ook ter compensatie van... Die die toch wat uh, kunstmatiger versie van jezelf daarvoor. Ja. Ga, je, ga je, toch zeggen wat je misschien wel echt had willen? Het is grappig dat je dat zegt, ja. want het, ik heb dat echt een jaar of tien geleden als regel voor mezelf tot. Tot het echte afscheid. Ja, ja. Zit ik in de interviewstand? Want ja. Ik heb er zoveel uitgeflapt bij de jas. Ja, ja. ja, ik zou ja. aan de andere kant en ik vind het natuurlijk mooi. Ja. <laughs> dus, uh, maar ik denk dat het ook lukt om, uh, nou ja, om mensen dus een beetje te laten vergeten dat ze, uh, dat ze geïnterviewd worden. En dat komt, ja, uiteindelijk zit het me dan toch een heel basale dingen van uh, heb oprechte interesse. En doe niet alleen professionele interesse, dus ook persoonlijke interesse. Uh, ...dat is altijd het best. Ik herinner me een interview... ...dat was uh, door, een, door een collega van je... Die toen, stelde, toen wilde ik wat vragen terugstellen... ...en dat was, dat, was, uh, dat was verboden. Oh, maar dat vind ik dus onverstandig. Ja, ik weet niet welk collega hij is... ...maar ja. dat gebeurt bij mij ook wel eens... ...en dat is juist een, een uitnodiging... ...om van een interview een gesprek te maken. Dus, uh, ja. dus ik zou zeggen, grijp hij met beide handen aan... En de, ja. verboden is natuurlijk... Ik bedoel, wat is er verboden in een gesprek? Dus iemand maakt natuurlijk een verbod op dat moment. Maar ja. dat, dat gebeurde inderdaad. Nee, maar dat is waarschijnlijk, ja. dus waarschijnlijk een soort kwestie van zelfbescherming. En je kunt je er ook wel iets bij voorstellen. Dat je denkt van, goh, ik kom jou interviewen. Uh, ja. En bij sommige zullen is er ook nog wel iets soort van uh, onzekerheid misschien in. Van, uh, ik ben niet zo interessant. Uh, dat is waar. Ja. Maar het is natuurlijk ook een manier om, uh, om dat te bereiken wat ik net schetste. Is dat je mensen het gevoel geeft van... We zijn nu dus van mens tot mens aan het praten. In plaats van... Uh, dat jij mij uh, iets komt aftroggelen uh, of zo. En de paradox is: hoe, hoe vriendelijker ik in die geval interview en hoe hmm. menselijker ik interview, hoe meer ik bereik in termen van openheid. Dus, uh, want mensen zitten niet binnen de defensief. Ze laten in feite alles uh, los. En vriendelijk... en dat leidt er ook wel eens toe dat mensen achteraf zeggen van mijn hemel wat ik allemaal verteld. En vriendelijkheid is dan eigenlijk complimenteus zijn. Dat, voor ja. een deel, dat is vriendelijkheid. Ja. Dat vriendelijkheid. Vriendelijkheid ja. is met iemand meegaan. Ja. Begrip tonen. Dat, dat, ja. dat is vriendelijkheid. Precies de deugden die worden een ander deel van onze beroepsgroep uh, gezien worden als, een, uh, als onprofessioneel. Hè? Want je bent toch kritisch als journalist. Je bent toch, uh... Ik geloof dat mensen uh, kunnen mediatraining voor alles krijgen, maar niet voor een vriendelijke journalist. Het is uiteindelijk, hè, zeker als je professionals interviewt die allemaal dus uh, tot het bot getraind zijn in, uh, in hoe ze antwoord moeten geven op vragen van journalisten. Dan kan het juist heel ontwapenend zijn om, uh, nou, om in een andere rol te stappen. Je zegt eigenlijk dat Charme iets onoverwinnelijks heeft. zeg maar. Ja, dat denk ik wel. En, uh, en dat Charm is, wat, is geloof ik in het Engels ook. Dat ja, dat ook. Ik moet denken aan een interview dat ik hield met uh, de baas van het OM, die uh, keek vanuit zijn. Uh, kantoortoren in Den Haag uit op de A12, waar die blokkade plaatsvond, van uh, Xinjiang Rebellion. Nou ja, ik geloof dat er zoiets stond als, fuck the police, weet je wel. En nou ja, in plaats van te gaan zitten en meteen aan het interview te beginnen, dacht ik van, uh, uh, ja, dit is een kans, weet je wel. Hoe mm -hmm. is het voor jou om, ja? om naar je werk te gaan en dit te zien, ja. weet je wel. Het ja. stond er volgens mij nog wel iets kleurrijker bewoordingen dan ik me nu herinner. Ja. Um, en dan zie ik ineens te praten over op een emotioneel niveau met iemand ja. die eigenlijk voorbereid was. Om een vrij technisch, juridisch, uh, really abstract verhaal op ja. af te steken. Ja. En je zag de woordvoerder ook meteen zenuwachtig worden die erbij zat: van uh, dat was ja, niet de bedoeling. En dat gaf me ook de kans om daarna mijn eerste vraag af te steken: van, Heeft u kinderen? Ja. Uh, wat, uh, wat zou wat u ervan vinden als je je uw kinderen hier staan en wat, wat, hoe denkt u over de toekomst van uw kinderen als het om het klimaat gaat? Ja. Ja, dat waren vragen waar u natuurlijk niet op had gerekend. Je kunt dit ook allemaal beluisteren en denken van ja, dat is leuk allemaal dat je het zegt Karel, maar jij zet vriendelijkheid nu puur methodisch in, zeg maar. Dus, ja, dit, uh, je, zou dit je zou dit absoluut cynisch ja. kunnen interpreteren ja. Ja. en je ja. moet er denk die zin ook mee uitkijken, dat zie ik ook tegelijkertijd, uh, ja, het is toch geen geheim... dat je als journalist streeft naar, naar maximaal mogelijke inzichten, zeg maar. Dus uh, je wil zoveel mogelijk krijgen van die ander. Dus uh, uh, kijk, het zou wat anders zijn als je, zeg maar, je charme inzet... zonder dat je vertelt dat je als journalist aan het werk bent. Dan ben dan, je dan, dan met een trucje bezig. Ja, uh, ik ja. ben er wel heel erg voor dat je met open vizier uh, werkt als journalist. Een beetje psychologisch gier van de koude grond, zeg maar... kan van een journalist, denk ik, geen kwaad. Want uh, in ons vak zijn we wel eens... ...verwijden we wel eens te veel ons dat denk ik en dat we gaan zitten en heel erg in die rol treden van ik ben de interviewer, dan kom je wat vragen. En dan vergeet je dus een, uh, ja, een relatie op te bouwen en een band, uh, een lijn te leggen met de persoon die naast je zit of tegenover je. Wat je nu eigenlijk al doet is je eigen vak van nou op een wat kritische manier of de, uh, meedenken zou ik maar zeggen. De, uh, maar dit heb je vaker gedaan. Je bent de correspondent is denk ik vanuit een soort systeemkritiek op de journalistiek opgezet hè? Dan ja. Vrijwel aan het begin ben je daarbij betrokken geweest. Je hebt zelf een boek, uh, Blauw, Wit, Rood, gepubliceerd. Wat, nou ja, ik zou dat interpreteren als een systeemkritiek op het vak. Wat, is je, wat, is, wat zijn hier je kritieken geweest? Wat, is je, wat, wat heb je gezien, wat je, wat je wilde vertellen? Waar je dus echt wel veel tijd aan hebt besteed om dit te willen vertellen. Wat mij dus fascineert is dus, uh, en dan kom ik weer op dat uh, woord objectiviteit, ja. is dat, uh, dat wij in ons vak de pretentie hebben dat wij vanuit onze kantoortorens in Amsterdam beschrijven hoe de wereld in elkaar zit, zeg maar. ja. En mijn boek Blauw, Wit, Rood was uh, voor mij eigenlijk een, uh, een bevrijding uit de realiteit. Doordat ik mezelf eigenlijk dwong om op de fiets te stappen en door ja. Oost-Nederland te gaan fietsen. En gewoon te gaan kijken ja, wat me opviel. Uh, en letterlijk uh, ja, van vraag uh, tot vraag en van verhaal tot verhaal, zeg maar. Mm -hmm. Ontdekte ik, ja, wat ik uiteindelijk ook in mijn boek beschreef, hè, is dat er een soort ja, revolte aan het uh, gisten was in Nederland op dat moment. Mm -hmm. Dus uh, ik begon met uh, werken in mei 2019. Als correspondent Oost-Nederland. En uh, in mijn eerste maand zag ik al mijn eerste omgekeerde vlag hangen ergens op een uh, boerderij uh, in de Achterhoek. Ik uh, stapte eraf uh, en ging rondvragen, waarom hangt die vlag op zijn kop, zeg maar. Voor mij was dat uh, die methode van op de fiets uh, te werk gaan en zonder agenda, zeg maar, met mensen in gesprek gaan. Een heel, uh, een heel nuttige, omdat, uh, omdat het me... Uh, ja, de werkelijkheid liet zien van mensen die toch op een wat grotere afstand staan van het uh, mediacircuit. Mm -hmm. Dus uh, ik heb uh, toen in uh, die tijd ook een, uh, een uitdraai laten maken van het uh, adressenbestand van de NVJ, de uh, journalistenvakbond, een paar duizend journalisten in Nederland. En gekeken waar die wonen? Ja, even. ja, zeker. Dus ik heb eigenlijk alleen de woonplaatsen gekregen van NVJ, want het zou anders ja, natuurlijk ja, ja. Uh, uh, problematisch zijn. Vervolgens ja. heb, heb ik daar een kaartje van gemaakt. En, ja, hij zag al heel graag dat twee op de drie specialisten in de Randstad woont. Terwijl twee op de drie Nederlanders buiten de Randstad woont. Mm -hmm. Dus uh, en ik vind het dan mooi om, om, om dat soort kritieken ook aan, ja, aan onze uh, eigen vakgroep voor te houden. Van uh, uh, jongens, wat betekent dat? Zeg maar. en wat gebeurt er dan Zoals... als je hier met collega's over praat? Wat, 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 wat krijg je dan terug? Nou, Resoneert dit? Of, of... Ik, ik, ik merkte in eerste instantie eigenlijk uh, toch wel een soort van defensief. Dus, uh, als ja. beroepsgroep zijn we verrassend slecht in het ontvangen van kritiek. Zeker okay. als die van vakgenoten komt. <laughs> ja. Dus uh, we zijn heel erg geneigd om ons, uh, ja, om ons te verdedigen. Dus ik kreeg reacties als uh, ja, maar ik heb toch een auto overal heen, weet je wel. En, uh, ja. Ja, ik heb, uh, ik heb ook heus al familie in het achterland wonen. Zeg maar. Dus uh, Terwijl die vraag volgens mij: van wat betekent het dat zeg maar, journalisten fysiek gezien allemaal ja, in min of meer dezelfde milieus, in um, de buurt van min of meer dezelfde steden, wonen? Je fysieke omgeving doet er ja, enorm toe. Op, wat alleen, hoor je op, je op verjaardagsfeestjes? En... Wat, wat ja. hoor je als je in de rij van de supermarkt staat? Uh, dat, dat verschilt gewoon van plaats tot plaats. Dus uh, ik dacht eerlijk gezegd dat ik best een punt had, maar het zond me toch op dat, dat veel mensen vanuit het defensief uh, reageerden. Ik ging op een gegeven moment ook. Ja, met dit verhaal naar redacties toe om daarover te praten met redacties. Ik herinner me dat ik bij één redactie kwam en dat uh, die hoofdredacteur zei, ja, tegen, tegen me zei van ja, maar... Uh, het is toch logisch, de meerderheid van Nederland woont ook gewoon in de Randstad. Waarop ik gewoon kon laten zien, op basis van cijfers, dat 10 miljoen mensen niet in de Randstad wonen. Dus alleen al het feit dat je dat, je dat denkt, zeg maar, geeft natuurlijk aan dat het punt volgens mij klopt. Dus, uh, maar dat is in de loop van de jaren natuurlijk wel gaan schuiven. Want ja. uh, nou ja, op een gegeven moment zag je die opstand steeds groter worden. De BBB ontstond. Ik herinner me dat ik uh, destijds als eerste landelijke journalist een interview met Caroline van der Plassen uh, had in, uh, in de krant, in NRC destijds. En dat toen uh, de reactie toch wel was van, nou ja, die gaat nooit zetels krijgen. En dat is boer Koekoek, die heeft er nooit meer dan uh, drie gehad, geloof ik. Nou, dit, dit, dit kan nooit wat worden, zeg maar. Dus dat is, uh, ja, destijds denk ik schromelijk onderschat. Datzelfde zag je trouwens, trouwens net zo goed met uh, het gas in Groningen natuurlijk. Waar Groningen is al, 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 al jaren uh, aangaven van dit kan zo niet langer. Dus we lopen enorme risico's. Dus de journalistiek uh, zelf voelt dan. Uh, of je merkt dat collega's dan voelen we hebben iets gemist? En ik heb het de afgelopen jaren dus zien omslaan. Dus ik heb uh, okay. redacties uh, eigenlijk al massa horen zeggen van ja we hebben dit toch gemist. Een weken zoals twintig uh, jaar geleden zeg maar de conclusie naar de opkomst van Fortuin was van dit hebben we gemist. Ja. Dat, en de Fortuydenvolte die gisteren natuurlijk niet op het platteland per se maar in de... De oude steden, binnensteden, de oude, oude wijken van de steden. En ook dat was een milieu zeg maar, waar we geen zicht op hadden als journalistiek. Dus achteraf zeg ik dat heel veel redacties uh, ja, ook echt wel met uh, allerlei veranderingen zijn gekomen. Je ziet dat, uh, dat is allemaal niet één op één toe te schrijven aan het feit dat ik hierover ben begonnen hoor, helemaal niet. Maar de afgelopen jaren is er wel degelijk een soort shift uh, gekomen. Bijvoorbeeld in waar uh, subsidie naartoe gaat. Die is veel meer naar de regio gegaan, naar, naar regionale omroepen, naar lokale omroepen. Eh, onderzoeksjournalistiek subsidies zijn veel beter gespreid over het land tegenwoordig. Dus, uh, en je ziet dat ja, bijvoorbeeld trouw is met pop-up redacties gaan werken, die nou, een aantal maanden uh, op één plek zitten. Grappig dat je het noemde, ja. want ik sprak uh, Ludo Hekman... Die, ja. die jij wel kent. Die Pointer. Pointer ja. inderdaad. redacteur volgens mij heet hij. Uh, en wat zij doen is inderdaad ook een pop-up-redactie. Ja. En dan die elke maand, geloof ik, op een andere, andere locatie zit. Maar dat doe je als trouw dus blijkbaar ook? De trouw uh, doet dat uh, ook, ja. Alle posten niet gedaan, maar uh, uh, al voor mijn komst overigens ze dat. Ja. Dus daar heb ik uh, niks mee uh, te maken. En concreet dus, uh, is dat, er gaan een aantal collega's van jou, die huren een Airbnb ja. uh, uh, ergens... En die, ja. en die gaan dan gewoon op, een, ja. op de markt zitten? Ja. ja, het leukste vind ik als je dat inderdaad doet op een plek uh, waar je zichtbaar bent. En als ja. je dus ook aan anderen vertelt van... Ik uh, dus met een spreek ik heel ja, goed. Goed. Russia, oh, precies. Oh, ja, precies. Uh, nou is dat laatste in deze tijd met alle aanvallen op journalisten best ingewikkeld. Zes dus is, is dat? Twee. twee... Twee redactieauto's waar we het logo van afgehaald hebben. Omdat uh, op het moment dat je met de auto, bijvoorbeeld, de demonstratie gaat verslaan, je toch kwetsbaar bent. Er zit wel ook weer een soort spanning hè, in. Van ja. hoe, hoe open ben je dan? Want, maar wat maar, je wel op, kunt doen is van... Ja, trouwens zit deze week in dat en dat café. Uh, en kom naar ons toe met je verhalen. En mensen vinden dat fantastisch om te doen. Mensen komen ja, en masse. Dus, uh, ik zou zeggen, ja, een demonstratie ja. snap ik dat je dat denk ja. link is. Maar op de markt staan met een groot bord. Uh, wij zijn van trouw en vertel je verhaal. Nee, dan, dat gaat wel goed, toch? Ik zou, ik zou hopen van wel. En, uh, en uh, ja. we kunnen ook best een beetje Hè? Dus als mensen ja. een boze fulminaden over de mensen die mededelingen en afsteken. Ja, waarom niet? Bedoel, prima. Maar uh, dat, ja. dat is wel een factor van belang. Ja. En, en ik denk eerlijk gezegd dat die veiligheidsvraag, zeg maar bij heel veel journalisten, toch tot de reflex leidt van nou ja, dan. Dan blijf ik maar thuis en blijf ik maar vanuit Amsterdam mensen bellen, bij wijze van spreken. En dat zou natuurlijk dood op de, 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 de ja, pot zou... zijn. Hè? Je moet mensen blijven ja, opzoeken. Ja. En dat vind ik dus zo mooi aan onder andere die poppenproducties. En daar zit toch een soort erkenning in. Ja, wat ik ook in mijn boek betoog. Dat er wel degelijk sprake is van zoiets als een mediacloof. Tussen mensen die uh, heel makkelijk toegang mm -hmm. hebben tot de media... en mensen die een stuk minder makkelijk uh, toegang hebben tot de media. Hè? De, die hele revolutie ja. uh, van de BBB had ook te maken met... Je zou kunnen zeggen een soort opstand van Hengelo tegen Hilversum. Dus, mm -hmm. uh, wat je ook weer ziet is dat redacties dat vervolgens gaan overcompenseren. En dat elke, talks, elke, de, elke avond op een gegeven moment Caroline van der Plas uh, te gast heeft, weet je wel. Dus uh, dat gaat altijd in slingerbewegingen. En dat is na nou Fortuin ook gebeurd. Nou ja, de verhalen uh, uit de oude wijken zeg maar, bleven maar komen. Dus, uh, maar goed, dat is ook logisch, zo gaat het in het uh, leven. Dat dus je uh, soms uh, een slingerbeweging maakt. Maar ik heb er de afgelopen jaren toch wel degelijk iets in zien, uh, zien beschrijven. Heb je een concreet voorbeeld van.? Dit is nou, nou zo'n artikel dat heeft gewerkt. omdat we niet achter ons bureautje zaten. Uh, nou wat ik een goed voorbeeld vind. is een uh, verhaal van mijn collega Maarten van Gestel. hier bij nou. Trouw. Die schreef in eerste instantie. vanaf zijn bureau. Een, uh, een stuk voor de Groene Gids. Dat is een uh, wekelijks rubriek. waarin we uh, de lezer proberen te helpen bij het maken van die meer duurzame keuzes. Mm -hmm. Dus die was uh, uit gaan zoeken... Uh, wat is eigenlijk de klimaatimpact van kaas? Nou, het zou niet verrassen, dat is behoorlijk. Weet je wel, want er ja. moet ook koeien voor je erbij staan... Uh, als je daar die rekening zo maakt, zeg maar... dan kom je uit op uh, dat, -kaas, euh, best, uh, is, dat ook kaas best... Zondig is. Zondig is. Nou ja, uh, dit heeft geleid tot meer dan 3000 reacties... op naam name Facebook van mensen die eigenlijk allemaal zijn... en nou, we ontrouwen ook ons uh, stukje kaas nog aanpakken, ja, ja, ja. als ik het even zo samenvat. Ja. Oh, ja. Gewoon een, een artikel geschreven achter het bureau, oh, zeg ja. maar. Ja, dus, ja, ja. uh, ja, Oké, dat was ook een prima stuk. Ja. Maar wat ik zo mooi aan uh, mijn collega Maart van Gestel vond... is dat hij bij die golf aan reacties niet dacht van... Uh, oh, daar, wat, wat een zeurkousen ik ga door naar mijn volgende stuk en laatst maar, Maar mm -hmm. die een heel aantal van die mensen is gaan me naderen. mag ik je ja. opzoeken, mag ik met je praten, ja. in zijn auto gestapt met een plakje kaas en is uh, eigenlijk op vier verschillende plekken in Nederland gaan praten met mensen die dus die Facebook reacties gaven ja. en uh, kaas gegeten met die mensen. <laughs> en toen bleek het allemaal toch wat genuanceerder te liggen. Want mensen die bijvoorbeeld uh, nou ja, heel erg aan een plakje kaas geërgd bleken, zeg maar, bleken bijvoorbeeld principieel niet te vliegen. <laughs> en, uh, uh, hoewel ze wel weer BBB stemden. Zeg maar. dus, uh, dus alles werd steeds ingewikkelder. Nou ja, wat voor mij een heel uh, invloedrijke essay geweest is in uh, mijn eigen werk als journalist, is het essay Complicating the Narratives van Amanda Ripley. Okay. Een uh, journalist van The Atlantic. Die dat na, zou je aan elke journalist iets verrichten. Dat is echt een dikke tip. Ja. ja. Er zit ook een tweede stuk bij waarin ze uh, eigenlijk een lijst met vragen geeft van wat zijn nou vragen, waardoor je, eh, zoals zij dat dan noemt, het narratief ingewikkelder kan maken. Nou, ik zal iets, kort, kort even ja, uitzoomen ja, zeker, ja. Wat, wat zij doet is, en dat doet Maart van Gestel in zijn uh, kaasartikel ook op een hele mooie manier, vind ik. Mm -hmm. uh, zij is eigenlijk na de opkomst van Trump gaan kijken van, wat kan ik nou leren van uh, conflictbemiddelaars, van, ja. uh, van mensen die elke dag over uh, met conflicten te maken, ja. met mediators, ja. uh, die bijvoorbeeld echtscheidingen oplossen. Mm -hmm. Of daarin uh, proberen te bemiddelen. En uh, hoe kan ik dat in mijn werk als journalist integreren? Dat was eigenlijk haar vraag. Want stelden ze vast: de manier waarop de journalistiek nu werkt, is dat we die tegenstellingen die er zijn mm -hmm. eigenlijk alleen maar uitvergroten. Uh, we praten ja. met de extreme, ja. Ja. Uh, we laten het midden zitten. Nou ja, een deel van haar antwoord was dus dat ze eigenlijk zei van... maak het ingewikkelder. Toon de grijs tinten. Ja. Laat, laat, laat die zwart-wit werkelijkheid voor wat die is. Maar ga, ga er tussenin zitten. En dat is precies dus wat er gebeurde toen Maarten van Gestel het land doorreisde. Is dat allemaal mensen waar hij ook, het is ook een mens, zo zijn vooroordelen over had, uh, uh, ja, verrassende kanten bleken te hebben? En dat het goed mogelijk bleek om een inhoudelijk gesprek over de opbouw van de aarde te hebben met mensen die BBB's, uh, BBB's hebben en boze comments op Facebook achterlaten. Ja. En uh, hoogst verontwaardigd zijn als het over een stukje kaas gaat. Het werd ineens een heel menselijk verhaal over mensen die gewoon worstelen met, zoals we allemaal worstelen met het feit dat we met z'n allen veel te veel uitstoten. En uh, de belangrijkste truc eigenlijk hierin was, was gewoon iemand ontmoeten en gewoon ja. zijn vraag stellen. En ook nog in zijn manier, op een charmante manier, waarin we ja. een brug over gingen. Dus hij nam zijn stukje kaas mee, dus daarmee werd hij een ja. soort, ik zou zeggen, een soort medestander op dat moment. Ja. En vanaf al. Toont hij, toont hij een soort flexibiliteit? Dat is eigenlijk wat ja, hij doet, hè? Hij, hij, hij raakt de hand, hij doet de moeite. Ja, ja. Mensen vonden dat ook, hadden uh, ze natuurlijk ja. nooit verwacht, als ze de comment achterlieten ja. op Facebook, op de Facebookpagina van Trouw. Ja, dat is heel sympathiek. Dus uh, als je komt binnen, ja. uh, en dat is natuurlijk al een ijsbreker. Ik heb ja. dat zelf ook gemerkt toen ik op mijn fiets Oost-Nederland doorgroeiste. Het feit ja. dat je er fysiek bent, dat je tijd voor ze hebt, ja, dat is al, dat is al goud. Ja. En, uh, en, en dat maakt dat je een heel ander soort gesprek ja. krijgt. Uh, ik ging bijvoorbeeld op een gegeven moment langs bij een van de organisatoren van dat grote protest in Stroe, uh, waar 50.000 uh, boeren op afkwamen. Mm -hmm. En die bleek ook zijn hele veld vol met zonnepanelen te hebben liggen. Dus, uh, <laughs> mensen zijn ook veel paradoxaler en veel, uh, vaak meer in tegenspraak met zichzelf. En eigenlijk zeg je dat... Als dat we in de journalistiek soms uh, ja. doen. En omdat we in de journalistiek soms uh, gaan voor het frame: uh, iemand is helemaal zus of iemand is ja. helemaal zo. En dat is in ieder geval een fout daar moet je voor opletten. Ja. En dit soort journalistiek, eh, zoals het kaasverhaal van Maarten van Gissel, zorgt ervoor dat dus je ja, de werkelijkheid beter ziet zoals ze is. Namelijk rommelig, vol van tegenstrijdigheid, vol van, ja, van paradoxen die je van tevoren niet had kunnen bedenken. Vol, vol van menselijkheid eigenlijk vooral. Dus... Als ik het probeer samen te vatten, ja. zeg je, wat je doet is actief zoeken naar die rommeligheid, naar waarin mensen buiten het frame eigenlijk vallen. Ja in een persoonlijke ontmoeting... dus altijd, altijd weer klein gemaakt naar, naar ja. mensen. Je taak als journalist is dan niet om te laten zien van... Uh, het zit zus of het zit zo, maar om gewoon de, de grijze te tonen... en in al zijn uh, ambiguïteit en in al zijn... Uh, Tegenstrijdigheid. Dus dat is denk ik de, de uitdaging voor goede journalistiek. Dat dus je laat zien dat, uh, dat de werkelijkheid niet eenduidig is. En de polen zeggen nu natuurlijk, ja maar wacht even, de, de wereld vergaat. Ook, ja. Dat zal de linkerpool. Nou ja, dat zeggen allebei de polen wel zo ongeveer. Ja. Ja. Jij hoort de, de boel op te roepen dat het wel eenduidig is, ja. toch? Ja, en, en wat ik nou geleerd heb van Bart Brandsma, de bekende polarisatiedeskundige, is ja. 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 dus dat je zegt, als je iets aan polarisatie wil doen, moet je niet aan de, niks met de polen doen, maar verzeker het ja. midden. Ja. Ga in het midden staan, geef het midden een stem. En dan krijg je als het ware onpolariserende journalistiek. En wat en, zeg je dan uh, terug aan de activisten aan, aan beide zijden die zeggen, ja maar de wereld vergaat en, en jij gaat een beetje grijs tinten tonen? Dan laat ik zien dat uh, de, de mens is een complex wezen is. Dus, uh, ook die mensen in het midden weten wel dat de wereld vergaat, maar die worstelen met hun houding daartoe. En wees eerlijk, dat geldt voor ons allemaal. Ook voor de gehardeste klimaatactivisten en ook voor die boer. Achter de, de schreeuwende boer zitten ook heel vaak mensen die ontzettend onzeker zijn of, of, of ze over tien jaar nog wel werk hebben en uh, of, of hun kinderen de zaak wel gaan overnemen. He, op die laag kom je echt wel heel gauw. Als je met mensen praat. En dan wordt het ineens niet meer een, een soort theoretische discussie over of seks of wel of niet vervuilend is. Maar wordt het een gesprek over, nou ja, je diepste waarde, je, je ziel die vaak ligt op zo'n bedrijf en uh, je angst dat dat ophoudt op een gegeven moment. En uh, dan krijg je een veel beter gesprek. Ja, dus uh, hey, je hoort me niet zeggen dat, dat, dat ik tegen, uh, ik ben in zin zelfs al voor polarisatie. Ik denk dat de maatschappij ook vooruit gaat door polarisatie. In de zin van dat het ja, soms nuttig is dat mensen, hè, activisten bijvoorbeeld, dingen mm -hmm. uitvergroten en, en, en stelling durven te nemen. Uh, maar ik denk dat het ook goed is als journalisten laten zien dat uh, dat, dat ook niet de hele wereld is. Nou ja, wat Bart dat, Bransma dan uh, zegt, is dat er een, bij polarisatie een soort kantelpunt is, ja. op het op een gegeven moment contraproductief wordt. Dus Juist. er is een soort fase waarin ja. het helpt om dat dingen ja. duidelijk te krijgen. Ja. En op een gegeven moment komt er een moment dat mensen, nou ja. zie Amerika, dat, dat is. Ja, dat is polarisatie die alleen maar kapot maakt. Ja. Alleen maar, dat, 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 een, daar is de weg terug eigenlijk bijna niet meer te vinden. Nou ja, dus, uh, vermoeidheid. Ja, wat Bart ja. Brotmeijer zegt is dat vermoeidheid uiteindelijk de weg ja, is. Of dat, een burgeroorlog, dat kan ook. Maar ja, ja, ja. Ja, nee, precies. Eén van die twee zal het ja. wel gaan worden, denk ik, in Amerika. Als jij. Um een wat jongere journalist die wat minder meters heeft gemaakt en advies wil geven. Dus nu mag je, nu mag een beetje grootvader praten. Wat, wat is het laaghangende fruit? Wat zie je veel misgaan en dat je denkt van, oeh, als je dat nou maar doet, alsjeblieft. Lees hardop je eigen artikel voor. Okay. Mensen vinden het awkward om dat te doen. Want, uh, en doe dat bij voorkeur in de buurt van iemand die uh, het aandurft om jou kritiek te geven. En van wie je die kritiek ook een beetje kan hebben. Kan je partner zijn op de bank, thuis. En bij jongerenjournalisten is dat ook wel eens je moeder of je vader. Uh, maar vrienden in de kroeg. Want uh, 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 hard dat, dat, dat op lezen uh, zorgt ervoor dat je uiteindelijk ontdekt van zit er muziek in deze zin of niet. Uh, ik weet niet of jij het ook doet met jouw verhalen. Ja, in mijn hoofd. Ja, in je hoofd. Je ja, ja. Dus, maar er zit zeker altijd een stem in mijn ja. hoofd. Ja, ik Zo. weet niet, als ik ja. het zelf doe, doe ik het ook wel eens, ja, ik doe ja. het altijd hard op, maar ja. ik, ik lees wel uh, mezelf uh, die, die zinnen voor. Om te kijken, zeker. en eigenlijk Ontdek je. voelt lager aan het fruit. Je denkt al heel snel dat heel veel zinnen altijd korter kunnen. Eigenlijk altijd wel een bijzin in zit die eruit kan. De, uh, de vaagtaal, pik je ja. er niet snel uit? Is, is nou, de interessant vaagtaal. doen de rij. vooral ja. bij jonge journalisten. Ja. En ik ben er zelf. Uh, uh, heel kort geleden ook nog maar een jonge journalist geweest. Ik ben pas 41. Dus het valt er wel mee met opa verteld. Ik, ik, als ik mijn eigen stukken teruglees van 10, 15 jaar geleden, dan valt me ook op hoeveel uh, ingewikkeld woorden ik gebruik. Ja, eigenlijk te, Vooral om te laten zien ja. dat, uh, dat, dat, dat ik het respect van is. de lezer waard ben eigenlijk. Ja, ja. Terwijl dat wordt een verhaal zelden beter van. En die voel je op het moment dat je het concreet in iemand voorleest, voel je daar Precies. over. En je, dan voelt dan... Weg, kijk, je voelt mensen ook wegkijken, je voelt mensen afhaken. Ja, op een gegeven moment ontwikkelen we daar een, een antenne voor. Dus uh, dat is eigenlijk mijn advies. Lees, lees er maar al hard op voor. Bij voorkeur in de aanwezigheid van iemand uh, waar je een beetje kritiek van kan hebben. Dankjewel, Karel. Oké. Okay.